Nederland heeft het EK verloren. Dit is het slechtste resultaat sinds 1980. We zijn nu de straat op gegaan en kijken wat mensen ervan vinden. Nou, het is nog bezig het EK, toch? Ja. Maar het Nederlands elftal, dat was niet veldsoeps dit keer, nee. Nou ja, ik ben niet zo'n hele grote voetballiefhebber, maar ik vind het altijd wel leuk als dat er is en aardig. Dus ja, dan kijk je naar wat wedstrijden. En jammer dat het zo teleurstellend voor Nederland verlopen is. Maar het is niet anders. Ik vind het een leuk sportief evenement. Ja, kort zondag natuurlijk. Heel kort. Nou, ik heb dat net toevallig, zeg ik dat ook tegen mijn collega's en mijn studenten. Ik vond het Nederlands zelf dan niet goed zoals iedereen, maar ik vind alle kritiek vind ik echt heel merkwaardig. Want voor het EK begon, schreven alle kranten dat Nederland waarschijnlijk de poolfase niet door zou komen. En nu komen ze de poolfase niet door en dan is het land te klein. Ja, niet goed natuurlijk, maar dat had ik wel een beetje verwacht al. Maar het is jammer. Ja, dingen onderling, volgens mij. Ze was er gewoon niet goed. En ze verdienen het ook niet om door te gaan. Dus, Nou, ik ben ook niet zo'n voetbalkenner. Ik vind het al gauw knap hoor. Hoe ze die bal in het doel weten te krijgen. Maar dat ging nu wat moeilijker. En ja, de laatste wedstrijd was natuurlijk jammer. Want ze deden wel hun best. En ik vind wel dat ze goed gespeeld hebben hoor. Maar gewoon een kwestie van jammer. Heel slecht. Jammer dat het zo ongeorganiseerd is gegaan. En dat, dat de resultaten uitgebleven zijn natuurlijk. Ja, wel goed, maar ook een beetje niet heel goed. Tegen Duitsland hebben ze wel, was het begin wel goed met het doelpunt. En tegen Portugal de eerste 20 minuten waren ze heel goed bezig, maar daarna ja, was de power af. Oeh. Ik denk hij staat aan de kant om zijn jongens aan te moedigen. En de jongens moeten het doen. En ja, zo lopen die dingen soms. Ik ben niet boos op hem hoor. Ik denk dat het hele team heeft gefaald. Ja, hij is natuurlijk verantwoordelijk en hij heeft de opstelling bepaald. En ik vind dat hij. Ik denk dat het heel Nederland wel vond dat hij bepaalde dingen anders had kunnen doen. Maar je weet ook niet hoe dat uitgepakt zou zijn. Dus maar ja, enigszins wel ja. Nou, ik denk dat je dat niet moet overschatten, de rol van Marwijk. Want als je zelf bondscoach bent en je hebt geen mensen die het aankunnen, vooral verdedigend niet, dan ben je daartoe overgeleverd en dan begrijp ik heel goed dat hij heel defensief te werk is gegaan. Want als je Joris Matthijssen, Ron Vlaar Heitinga in het hart van de verdediging moet posteren, ja, dan kan je ook niet veel verwachten. Dus dan heb je die controleurs wel nodig. Ik vond het niet zo'n rare keus. Dat lijkt me wel. Hij is de coach. Dus hij is verantwoordelijk voor het spel van het team in principe. Maar ik vond dat de spelers gaven nou ook niet de indruk dat ze echt een beetje grote ego's. Nou, dat weet ik niet echt. Ik vind dat het wel prima is ingesteld. Ja, dat moeten zij zeggen. Voor mij mag die blijven, maar er moet natuurlijk wel een beetje chemie tussen de spelers en de coach zijn. En als er geen vertrouwen is of zo, ja, dan is het niet goed samenwerken. Ik denk dat Bert van Marwijk in overleg moet met de KNVB om te kijken of hij met de vaste waarden, die jongens die nog een paar jaar in het Nederlands elftal blijven voetballen, of die door één deur kunnen. En als dat kan, dan kan hij gewoon aanblijven. Hij heeft net een contract getekend voor 4 jaar, dus ik vind eigenlijk dat hij door moet gaan nog even. Ja, ik zou niet weten wie in zijn plek moet komen, dus ik denk dat hij wel mag blijven. Maar hij heeft nu iets niet goed gedaan door zo lang vast te blijven houden aan het vorige WK. Dus hij had iets eerder denk ik iets moeten veranderen, maar hij mag wel blijven.